Hallo! Hey! Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Jim de Remus, haar naam is Bea. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En ook niet op het tingelingelingelingeling te drukken of het belletje. Dan blijven jullie op de hoogte van het rijden en zelf van de vlogs. En nu ben ik onderweg naar de ziekenkast om papieren binnen te doen. Moet ook nog gebeuren. En ja, het is vakantie voor mij nu. Het is heel raar. Ik ben heel lang thuis geweest. Ja, ik weet het. En nu opnieuw thuis. Ja, een rare wereld. En hoe is het met onze schatje? Goed. Moe. Wat heb je al vandaag gedaan? Opgeruimd en naar de dokter geweest. En dat is het, denk ik. Ja, nu bij u. Ah. Maar we zijn ook al samen naar de dokter gegaan. Dat is wel waar. En dan samen naar de dokter geweest is, dat was in Rungst, Hasselt. En dan ben ik ook nog eens benieuwd naar mijn kijkers. Ik heb een vraagje. Kijk, hier staat nu een gele auto. Kijk wat we doen. Ja, sommige boksen dan zo op de schouder of zo, ik weet het niet. Maar spelen jullie dat spelletje ook met de gele auto? Daar ben ik wel eens benieuwd naar. Dat is toch wel een leuke vraag, hè? Ja. En dan nog iets heel leuks, ook voor mijn veiligheid, ook voor haar veiligheid. Ik heb 4 pakken mondmaskers aangekregen. 4 pakken mondmaskers. Zie eens hoeveel dat erin zit. Ik weet niet of jullie het te goed zien. Ja, ze zien het, ik zie het. Ja. Ik heb het even moeten laten focussen. Dus ik heb zo 4 pakken thuis aangekregen. Dus ik heb nu genoeg mondmaskers voor een redelijk wat tijd. Oei. Hier staat een vrachtwagen stil. Die is te veel op aan het halen. Maar ja, ik ga de baan terug laten. Ik zie jullie allemaal zelfs terug. Yo. Yo. Hier twee zitten we dan samen gezellig in de car wash, hè schat? Jee. Ik ga jullie laten genieten van de car wash. Geniet er maar van. Geniet er maar van. Zo, nu zijn we bij de stofzuigers aangekomen. Jullie hebben echt er kunnen van genieten van de car wash. We gaan die echt eens te goed eens onder handen nemen, hè schat. Want we hebben nog even toppie. Tot zelfs allemaal. Yo. Katje, heel veel bedankt om mijn auto ook weer al heel schoon te krijgen. Dat is graag gedaan. Want we hebben het wel samen gedaan, hè? Ja. Dat moet ook wel eerlijk gezegd worden. Ik heb dus gestofzuigd. We hebben dan ook... We hebben samen gestofzuigd. We hebben samen het stof afgeweegd. We hebben samen... Alles gedaan. Ja, eigenlijk ook naar een kouwasje gegaan. Ja. Dus we hebben alles een en zelf gedaan. Ja. En nu komt het weer op de tijd om haar naar huis te doen, want zij is te biet. Dat moest je niet in de vlog zeggen. Ja, ze weet het. Ik vind niet dat ze dat moeten weten als ik een heb of niet. Oh, oké. Dan weet ik dat de volgende keer. Ja. Oké, ik zal... Kijk, we hebben onze auto goed gestofzuigd en al, hè? Ja. Oei, hier staan twee dames te praten. Juist bij een poortopening. Ja, wat hebben we dus allemaal gedaan? Dus we zijn samen naar de car wash geweest, we hebben samen gestofzuigd, stof afgeveegd, hè. En nu even naar huis, omdat ik iets anders moet doen, even. Ja, er staat ook iets anders, even op de planning. Ja, maar daar staat er wel heel veel. Ik heb hem maar 3 gezien, dus dan doe ik 3 keer, hè. Oké. Die is echt gevaarlijk, die is echt. Zie dat nu. Ja. Geel. Ja.
want ik moet dat hier vrij houden, hè, als er mensen willen gaan parkeren. Ja, hier is dus de PXL parking, voorbehouden parking. En ja, dat hou ik vrij als er iemand wil gaan parkeren. Bijvoorbeeld zoals ik deze. Soms komt die niet in. Nee. Nou ja, dus mensen, we gaan nu rustig en wel haar naar huis doen. En dan krijgen we nog even rustig naar mijn thuis toe. Bij deze. Wil eens even iets eten of gaan we samen eten? Dat gaat vandaag niet. Dat gaat vandaag niet. Oei. Nee, omdat ik een omelet heb met... Oh. Jammer, te laat. Omdat ik een omelet heb met groentjes in en dat is heel moeilijk om mee te nemen. Ah. Ja, dat is zeker moeilijk om mee te nemen. En mijn kameraad zijn attractie zie ik ook wel weer heel goed. Ik ga weer eens reclame maken. Als je naar Hasselt Kijmens gaat, ga zeker eens langs de Decadence. Langs de Wild Mouse. De G-Force. De Kamelen Derby. En natuurlijk... bij deze... De Starflyer moeten jullie ook sowieso doen, dan kunnen jullie de ganse stad van Hasselt zien. En dan ook nog een keer de Eclipse. Daar zit je dan ook wel een heel ja, gedeelte van Hasselt. Maar ik denk, maar denk eraan, je gaat daar wel in de lucht mee over kop. Toch geen zoiets willen durven gaan? Nee. Oei, wat houdt u tegen? Ik kan dat niet zo hoog. Ah. Dan word ik meteen misselijk en dan geef ik over in de attractie. Dat is ook niet goed, hè? Ja, als dat op andere mensen valt? Ja, dat is zo grappig. Dat is niet grappig als ja, okay. Een kots op je valt, hè? Ik weet het. Maar het is wel een grappige gedachte wat je daarmee kunt hebben. Ja. Dat heb ik niet. Nee. Dus ik ga ook heel graag op de G-Force. Daar ben ik heel vaak op geweest. Meer dan 100 keer al. Wat er dit jaar jammer genoeg er niet staat, is de katapult. Jammer genoeg. Maar bij deze ga ik jullie nu laten. Ik ga terug wat muziek luisteren. Dus, en zij gaat dus nu richting... huis. Dus dan zien we elkaar. Straks. Ciao. Misschien. Oké, misschien heeft ze gezegd, hè. Mensen, ik ga mijn eten halen en dan ga ik rechtstreeks door naar de keuring. Want ik moet ook nog naar de keuring met mijn boeleke. Nu is hem ook heel schoon en al, dus nu durf ik wel eens gaan met mijn boeleke naar de keuring. Ik was zo aan het kijken van ja, die heeft ook een dashcam. Dus ik ga nu eerst rechtstreeks naar mijn thuis toe. Van mijn thuis ga ik mijn sandwichjes even halen. En ik denk ook nog een koude nog een chocomelkje maken voor hier ook in mijn auto hier neer te zetten. Kan ik ook dan naar de keuring gaan. En het is ook heinig druk op de baan, dus de meeste mensen hebben hier ook gedaan met werken. Het is ook opletten en waarschijnlijk is het ook aanschuiven bij de keuring. Daarom dat ik nu ga omhoog van, zij heeft toch zelfs een vergadering en dan kunnen we misschien nog zelfs samen afspreken. Mijn lege sier is aan het noteren. Ja, en dit is nu de Chardijstraat. Die moet je dus altijd heel goed in de gaten houden van de politie. Politiebevel. Omwille van, ja, hier komen regelmatig voetgangers of fietsers. Dat heb ik het ons dus gezegd in de vlog. Ik denk zelfs bij de late night wandeling dat ik dat eens heb gezegd. Maar momenteel houdt iedereen aan zijn regels. Dat is ook heel goed. Allee.
kom aan, want ik heb honger, dat kan ik ook gaan eten. Hier toch allebei hier af. Voilà. En dan kan ik mijn tocht verder zetten. Yes! Maar ik ga de eerste bestanden ga ik al sowieso al uploaden. Ik weet wel voor wie, voor Boef. Ik ga nu ook al kijken als de bestand al online is van mijn vlog van gisteren. Of anders moet ik die nog heel snel nog in elkaar steken. Dus dat gaan we nu ook bezien. Want Boef zit ook in zijn testperiode voor video editor. En ik wil hem ook wel eens een kans geven voor ja, mijn vlogs in elkaar te laten steken. Want daar was echt heel veel vraag naar. Laat Boef dat in elkaar steken. Laat Boef dat in elkaar steken. Oké, dan laat ik het Boef ook in elkaar steken. Dus bij deze. Dus heel veel succes, Boef, met de vlogs aan elkaar te steken. Allee, hup, sorry. Even go mijn eten halen en dan ben ik alweer al terug door. Voilà. Ik heb nu het eten en drinken ook bij. Ik heb dus wat chocomelk bij. Ik ga nu dus richting de keuring. De eerste bestanden van vandaag wat ik al heb gevlogd, die staan al op mijn laptop en die zijn nu ook al in de upload voor Boef. Dan weet je dat. Ik ga nu naar de keuring toe. Dus daar zal alweer al aanschuivers zijn. Ik heb toch mijn sandwich bij, dus dan eet ik daar wel op mijn gemakje even een sandwich. Wat mijn mama heeft gemaakt, ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar ja, ik ga nu opletten op de baan. Ik ga richting de keuring Alken. Mensen, dit gaat nog even duren. Ziet dit eens aan. Wat een file. Dus dat is tot aan die grote gebouw Ginder. Dus en daar staan allemaal wagens. Oh, dus dat gaat hier nog even duren. Maar ze zijn wel al aan het aansluiten. Dus ik ga ook even aansluiten. En ik heb toch mijn sandwichjes bij. Dus laat het maar even duren. Toch al, daar komt nog iemand bij. Toch niet. Maar ik ben nu aan de autokeuring aangekomen. Ik ga nu niet meer mee verplaatsen. Punt uit. Echt niet. Bij deze. Have fun. Yeah, zal ik zeggen. Ik moet mijn boeleke nu hier achterlaten. Dat heeft iets met coronamaatregelen te maken. Dus ook de kapot moest lopen. Dus ja. Dan gaan we dat maar doen. En dan moet ik gewoon nu naar voren wandelen. Dan gaat hem hier helemaal binnen. En dan komt hem langs voren terug uit. Hè. Dus gewoon even wachten. Tussentijd heb ik ook in de wachtrij Pokémon gespeeld. Jullie hebben het misschien gezien op Discord. Maar ik ga dat nu opnieuw doen. Yo, yo, yo. Dus uit die poort wat jullie nu zien. Daar gaat mijn broerke zelfs terug uitkomen. En hopen op een groene kaart dat ik terug mag rondrijden. Hè. Zo niet, ja, dan moet hij nog even in onderhoud. Dan moet ik langs Johan gaan voor alles gaan bij te stellen waar het moet. Mijn mondmasker ook altijd heel goed op mij houden. Dus het komt wel goed. Ik heb er alle vertrouwen in. Eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Want er ligt ook geld in en ja, dan heb ik niet graag dat ik mijn boeleke zo alleen laat. Maar ja, maakt niet uit. Nu gewoon geduld hebben. Heel veel geduld.
Want die wordt nu getest. En dan ga ik hier op de grond zitten. Dan kan ik het in doog houden. Ik zeg niet dat het al daar is. Hè. Staat mijn bulletje al binnen? Mijn bulletje staat al binnen. Ja, ja, mijn bulletje staat al binnen. Woehoe! Staat het tweede nu. Maar ik vrees ervoor dat er toch wat technische mankementen zijn hoor. Ik heb zo... Als ik naar een autokeuring ga, heb ik nooit zo'n goed gevoel. Nooit. Nee. Maar ja, ik kan jullie niet laten. Ik zie jullie zelfs. Ik zal wel zeggen wat er allemaal aan scheelt. Dat komen jullie wel allemaal te weten. Op naar de keuring. En dan zou ik even terug naar mijn thuis toe gaan. Voor de vlog gaan up te laden. Dat hem toch nog tijdig online gaat geraken. Ah nee, er is nog een auto voor mij. Dus nu staat er met tweede. Dus nu staan er nog twee in de garage. Dus als er nu nog één naar buiten komt, dan is het de mijne. Woehoe! SP Mario! Tja, doetje! Van de keuring naar mijn laptop terug, ga ik heel snel de vlog downloaden en dan uploaden. Yeah. Downloaden. Standaard download, oké. Ik hoop dat hem rap binnen is. Ziet er wel uit. En dan nog uploaden. Maar ik denk dat hem dan te laat online staat. Mijn excuses daarvoor. Omwille van ja, autokeuring heeft iets langer geduurd dan normaal. Dan ben ik ook nog Obea gaan ophalen. En dan die zit nu even in de auto te wachten. En dan toestaan. Niet dat ik te lang moet wachten. 7 minuutjes. Oké. Dat valt nog mee. Ik heb al de volgende keer wel de... proberen de kabel aan te sluiten dat het toch nog iets rapper gaat. Ik ga toch nog redelijk snel. Dus ik zie jullie zelfs wel... Ah ja, wat dus aan mijn auto aanlegt, zijn de dimlichten en mijn certificaat. Ik had een kopie van mijn certificaat bij, dus ik moest de origineel bij hebben. Ai, ai, ai. Maar die had ik ook wel bij, maar ik had de verkeerde gegeven. Daarbij moet ik morgen terug naar de keuring voor een herkeuring te doen. Ik ga subiet, om 7 uur moet ik bij Johan zijn, dus voor mijn dimlichten even af te stellen. Dat die ook dan in orde zijn en dat ik dan terug naar de herkeuring kan gaan morgen. Hier in Alke, dan weten jullie dat bij deze. Ik zie jullie allemaal zelfs terug. Yo. Samen met Bea hier even terug bij de oké gestopt om even iets te knabbelen te halen. En ook iets om te drinken. Ja, wij waren naar Maxi in het luisteren van Stuk TV. Yippie-ki-yay. En nu gaan wij dus naar plaats X om naar familie te kijken, Stuk TV te kijken, naar Enzo Knol te kijken, noem maar op. Hè, schat? Ja. Er is zoveel nu om te bekijken. We moesten toch eerst bij je thuis iets gaan halen? Wat ja. Was dat nu weer? Mijn oplader? Ja, uw oplader. Ja, ik moet nog even langs mijn thuis, want... ze heeft haar een oplader ook nog eens vergeten. Daar is ze ook pas af achtergekomen. Nee, ik ben die bij mijn thuis gegaan vergeten en ik heb uw kabel gevraagd. Ah ja. Jij bent weer helemaal verwacht. Ja, blijkbaar.
Dat weet ik niet meer. Kan het delen. Ja. Oh. Dus, ja. Dus we gaan naar familie kijken. Ja. En oh ja, dus. Ja, eerst gaan we naar stuk tv kijken, want het is nog maar 7:15. En ik ga je al één ding zeggen. Mensen. 7:15 al. En het begint al echt al donker te worden. Dat is tegenwoordig snel, hè. Ja. Het is echt vroeg donker. Ja. En dan als we dan daar op die plaats X staan, daar komen ze ook meestal draaien. Oh, dan zien we altijd die lichten zo op ons afkomen. Oh man, dat is zo creepy. En dan heb ik schrik, hè. Ja. Ik heb altijd schrik. Ik schreeuw dan heel tijd. Ja, dan is het een kleine paniekaanval. Maar dan stel ik wel haar weer op me gerust. Ja. Dat moet je ook wel zeggen, hè. Dat geef ik toch ook heel goed, zeg toch ja. Ja? Dat is wel waar. Allee, ik heb redelijk wel veel gekocht. Dus ik heb wafels gekocht, chocoladewafels gekocht. Chips. Chips gekocht en Sprite met grenadine. Voilà. Bij deze. Ja, Sprite met grenadine is heel lekker, maar dat ga ik niet meer mogen doen. Waarom niet? Oh, voor haar maasje. Allee, nee, tot... voor mijn lijn. Ah, oké. Okay. Bij deze ga ik ook de vlog dan afsluiten samen met haar. Dan kan ik dat nog gewoon in de upload gooien voor boven. Dan kan hij dat al in elkaar steken. Als je dat niet erg vindt. Goed zo. Blauw duimpje omhoog. Abonneerbuttonke. En op het belletje tingelingeling te drukken. Blijf jullie op de hoogte wanneer dat erin. Filmpje online komt. En wat ga jij zeggen nu vloggen? Ja, maar je moet dat ook eens zeggen hoor. Ik heb er niks op tegen mensen. En ik heb er ook niks op tegen jou. Jij mocht dat ook doen. Dat doen ze soms ook bij Enzo Knol. Die pakken, als Enzo Knol ligt te slapen, dan pakken ze toch hun camera toch ook over. En dan bij een is het toch hun... Ja, heeft hij toch twee keer in een auto. Ik wel niet blij van ben. Wat? Dat we normaal vandaag gingen wandelen en dat dat niet door is gegaan door die stomme weer. Ja. Jammer. Maar ik ga nu dus bij deze afsluiten. Ik zie jullie allemaal morgen fris en wel terug. Tot morgen. Joe. Nee, maar zeg jij altijd meestal. Doedels.